Ruim 11 jaar geleden kreeg ik een brief van een familielid van een vermoorde prostituee uit Groningen. Ze schreef me: veel mensen zeggen ze was maar een heroïnehoertje. Maar voor ons was ze een lieve dochter, nichtje en zusje die in koele bloeden vermoord is. Ik heb de brief altijd bewaard, want ze had gelijk. Elke moord is even erg, of het nu om een politicus, een professor of een prostituee gaat. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en alle onderzoeken altijd zonder aanzien des persoons doet. Moord is een moord, wie ook het slachtoffer of de dader is. En dus besteden we vanavond aandacht aan de gewelddadige dood van dat heroïnehoertje uit de brief, die voor haar familie die lieve dochter, nichtje en zus was, Antoinette Bond. Ze was een dochter van een moeder die de opvoeding niet aankon. Haar vader was een drugsdealer. Ze werd mishandeld door haar vriend. Ze leidde een armzalig leven langs de baan, verslaafd met veel geweld en riskante seks. Ze stierf een afschuwelijke dood. Ze is gruwelijk gemarteld, daarna in stukken gehakt en als oud vuil in de sloot gedumpt. De moord is nu 16 jaar onopgelost en daar moet een einde aan komen. Onze reportage bevat vanavond schokkende beelden. Maar dat is nodig om iedereen ervan te doordringen dat de dader gepakt moet worden. Wie vermoordde Antoinette Bond? Wat is het motief? En is het toeval dat deze moord akelig veel overeenkomsten vertoont met een andere moord, waarvan de daders wel gepakt zijn? Als je nou die twee dossiers naast elkaar legt, hè, dan is het toch eigenlijk achteraf gezien onvoorstelbaar dat die twee zaken niet meteen met elkaar gelinkt zijn. Nee, maar als je nu terugkijkt, dan is dat voor ons ook onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dat dat niet echt aan elkaar gelinkt is. De Predinius-single in Groningen. Het is de laatste week van juli 1995. Op de tippelzone is het een komen en gaan van klanten en hoertjes. Er wordt veel gedeeld en gebruikt op de baan. De 24-jarige Antoinette Bond, werknaam Saskia, arriveert achter op de fiets met haar vriend Lucas. Hij is tevens haar pooier. Ze hebben een slechte relatie met veel ruzie. En dat ligt niet alleen aan de vooral op geld beluste Lucas. Antoinette staat bekend als lastig en agressief. Ze gebruikt veel harddrugs en is voor de duivel niet bang. Ze is een bekende van de politie. Regelmatig licht ze haar klanten op. Illustratief is een incident uit 1992... toen Antoinette eens werd gearresteerd nadat ze de beruchte seriemoordenaar Hans van Zon had beroofd. Van Zon werd in 1970 veroordeeld wegens 3 moorden en kwam in 1986 vrij. Hij vestigde zich in Delfzijl en bezocht in Groningen vaak dames van plezier, wat dus niet altijd even bevredigend afliep. Terug naar juli 1995. Antoinette heeft die avond en nacht een aantal klanten. Maar opeens lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Antoinette wordt nooit meer levend gezien. Pas enkele dagen erna doet haar pooier en vriend Lucas aangifte van vermissing. Vier dagen later, 20 kilometer ten oosten van Groningen, in het plaatsje Zuidbroek, zien 2 mannen iets drijven in het Winschoterdiep. Het is in plastic verpakt. Nieuwsgierig gaan ze met een rubberbootje kijken. Er hangt een weeë, misselijkmakende lucht.
Ze doen een gruwelijke vondst. Het is een lijk. Althans, alleen een romp van een vrouw. De armen en benen en het hoofd ontbreken. Ook kleding is niet aanwezig. De romp is verpakt in 4 Como-vuilniszakken... die met tape aan elkaar zijn geplakt. Er zit een rood nylon koord omheen... dat weer is vastgemaakt aan een steen. Het is een grijs betonnen patioblok. Een siersteen die veelal wordt gebruikt... voor decoratieve afscheidingsmuurtjes in tuinen. Het enige duidelijke aanknopingspunt... in de zoektocht naar de identiteit van de zo gruwelijk verminkte vrouw... is deze tatoeage op haar linkerborst. Een rode roos met eronder de naam Lucas. Dit moet dus Antoinette Bond zijn, alias Saskia. Wie doet er zoiets gruwelijks? En waar is de rest van haar lichaam? Antoinette wordt in 1971 in Groningen geboren. De eerste 7 jaar van haar leven brengt ze door bij een tante in Kaatsheuvel... omdat haar eigen moeder niet goed voor haar kan zorgen. Als ze dan in 1978 noodgedwongen weer thuiskomt, gaat het langzaam maar zeker mis. Het dan nog maar 7-jarige meisje wordt steeds opstandiger. En naarmate ze ouder wordt, kiezen ook nog de verkeerde vrienden. Op haar 16e belandt Antoinette in een internaat in Almelo. Dit is een kaartje dat ze daar vandaan aan haar moeder schreef. Hallo mama, zie je dat kruisje? Daar zit ik nu. Veel liefs en vele kusjes, ook voor papa. Met papa bedoelt Antoinette haar stiefvader. Maar als ze uit het internaat komt, wil ze op zoek naar haar echte vader. Een regelrechte valkuil. Hij is een drugsdealer die zelf ook stevig gebruikt. Haar moeder probeert het idee nog uit Antoinettes hoofd te praten. Maar de opstandige puber doet wat ze wil, gaat naar hem toe... en raakt binnen de kortste keren zelf verslaafd. Om aan voldoende geld te komen voor haar dagelijkse porties heroïne... is de volgende stap dat ze begint te tippelen op de baan in Groningen. Ze doet verschillende pogingen om in afkikklinieken van de drugs af te komen... maar eenmaal buiten valt ze steeds weer terug. Haar vriend en pooier Lucas biedt ook al geen houvast, integendeel. Met de regelmaat van de klok mishandelt hij Antoinette. Soms doet ze daarvan aangifte en belandt Lucas in de cel. Maar zijn macht over haar is erg groot... Zo blijkt uit deze brief die Antoinette aan Lucas schrijft. Ze zitten dan allebei vast. Zodra ik ben vrijgekomen, ga ik gelijk naar het politiebureau... om de aangifte in te trekken en zeggen dat ik er geen werk van maak. Lucas, ik geloof je weer als je zegt dat je me niet meer gaat slaan. Ruim 11 jaar geleden ontving Peter een brief van een nichtje van Antoinette... De zaak heeft sindsdien onze aandacht. De familie was toen al bang dat de moord in de vergetelheid zou raken. Veel mensen zeggen, ze was maar een heroïnehoertje. Maar voor ons was ze een lieve dochter, nicht en zusje... die in koele bloeden vermoord is. Dit is de plek in de Groningse binnenstad... waar Antoinette destijds met haar collega's tippelde... De baan is jaren geleden schoongeveegd en tippelen is hier nu verboden. Maar in 1995 brengt de gruwelmoord in deze omgeving een flinke schok teweeg onder de andere hoertjes. Want Antoinette is de 3e Groningse prostituee op rij die wordt vermoord in amper 2 jaar tijd. In november 1993 werd al het levenloze lichaam van de 23-jarige Michel Fatol in een sloot bij Zuidhoorn gevonden... En nog maar een half jaar daarvoor, begin 1995 dus... werd in het Eemskanaal de vermoorde Annelies Reinders aangetroffen. Beide zaken waren ten tijde van de moord op Antoinette Bond onopgelost.
Pas in 2001 zou duidelijk worden dat Michelle en Annelies samen met nog een later slachtoffer het werk waren van de beruchte seriemoordenaar Willem van E. Maar er is geen verband met de moord op Antoinette, waarvan dus op 31 juli 1995 de zwaar gehavende romp werd gevonden in het Winschoterdiep bij Zuidbroek. Roderwolde, hemelsbreed, 25 kilometer naar het westen. Er rijdt een jongen op zijn Solex langs het Peizerdiep. Hij ziet iets geks in het water. Een tas met iets erin. Was dat een hand? Geschrokken haalt hij zijn broertje erbij. Inderdaad, er floept opeens een hand van een vrouw uit met rood gelakte nagels. Het is een zeer traumatische ervaring voor de nog jonge vinders. De gealarmeerde politie stelt vast dat in de groene sporttas de armen en benen van Antoinette zitten. Op één been kleven nog wat restanten van haar zwarte panty. Antoinettes beide handen zijn van de armen afgesneden en zitten los in de tas. Als verzwaring zijn deze vier grauw-gele metselstenen in de tas gestopt. Maar dat was blijkbaar niet voldoende om de lijkdelen op de bodem van het water te houden. Door het ontbindingsproces zijn gassen vrijgekomen, waardoor de tas na een paar dagen toch is gaan drijven. Net als de romp in de vuilniszakken. Die was immers ook tevergeefs verzwaard met een grote pasiosteen. Antoinettes hoofd ontbreekt en zal ook nooit meer worden gevonden. Anjo van der Helm is regisseur bij het Groningse Cold Case Team dat de moord na 16 jaar nu opnieuw onder de loep neemt. Hij neemt Peter mee naar de brug waaronder in 1995 Antoinettes armen en benen in de sporttas werden gevonden. Hoe zou je nou de moord op Antoinette typeren? Heb je het ooit zo luguber meegemaakt in je carrière? Nee, dit is echt een gruwelijk misdrijf. Zoals zij om het leven is gebracht, dat is echt gruwelijk. Ze is gemarteld, ze is gewoon... Dat is gruwelijk geweest. Ja. En na haar dood nog helemaal in stukken gehakt en gesneden, hè? Ja, ontzettend. Dat ze daar haar zo wilde wegmaken. Hoe begin je nou zo'n onderzoek? Nou, het is een prostituee geweest. Dus je zit in die hele buurt van prostituees. Die collega's die ga je horen. Je hebt te maken met drugsgebruik, met de heroïnehandelaren. Het is allemaal een onderzoek wat heel moeizaam gaat. Ja, dat is natuurlijk niet een omgeving waar iedereen zegt van... nou, ik weet ook nog wat, kom mij maar even horen. Nee, dat ook nog niet. En als je wel meewerkende mensen hebt... dan weten ze al niet meer wat voor dag het gisteren was. Dus dat is heel moeilijk. Die waren helemaal beneveld door drugs en alcohol. Ja. En geen mensen met een agenda natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee. Wel lastig, hè? Ja, dat was echt lastig. En dat is nu nog zo. Dat blijft lastig. Het lukt de recherche... ondanks alle handicaps om een globale tijdlijn van gebeurtenissen te maken. Die laatste avond van Antoinette. Ondanks dat de moordzaak van Antoinette Bont zich in het schemergebied van de Groninger tippelzone afspeelt, lukt het de recherche uit 1995 toch om een globale tijdlijn te maken van de gebeurtenissen die fatale julinacht. Rond 10 uur ziet iemand dat Antoinette haar Porsche heroïne koopt bij een dealer. Even later ziet een collega-tippelaarster dat Antoinette in een witte auto stapt. Ze herkent de inzittenden. Het zijn een man en een vrouw die een week ervoor nog door Antoinette waren geript. Antoinette had deze klanten dus bestolen.
Maar kennelijk gebeurt er nu niets bijzonders. Want een poosje later is Antoinette gewoon hier op de baan. Ze laat weten te snakken naar haar portie doop. Rond 11:15 staat ze dan met de bestuurder van een rode auto te praten. Het kan een Honda Civic zijn, maar de getuigen zijn niet 100% zeker. Tegen middernacht koopt Antoinette een nieuw shot heroïne. Ze vertelt haar dealer dat ze zojuist een klant heeft gehad. Het is ongeveer 11:45 als Antoinette's pooier Lucas een dutje gaat doen in een papiercontainer. Hij houdt vanaf dit moment geen toezicht meer. Dat is vrij cruciaal. Want omdat het werk zo risicovol is en omdat er door de recente moorden veel angst heerst onder de hoertjes op de baan, houdt Lucas normaal gesproken de boel goed in de gaten. Zo noteert hij vaak de kentekens van de auto's waar Antoinette instapt, maar nu dus niet. Rond het tijdstip dat pooier Lucas in slaap sukkelt, zien getuigen dat Antoinette in een witte Citroën BX stapt. Weer een klant dus. Een uur later is ze terug op de baan en vertelt ze een collega-tippenluister dat ze net twee klanten heeft afgewerkt. Een kwartier daarna, het moet dan rond 11:15 in de nacht zijn, zien drie getuigen Antoinette in een rode auto zitten. Mogelijk dezelfde rode auto die eerder in beeld was. De bestuurder heeft blond haar, weten de hoertjes die er ook werken zich nog te herinneren. Drie kwartier later is Antoinette weer terug in het tippelgebied. Ze heeft behoorlijk wat geld bij zich, want ze koopt nu voor 300 gulden heroïne bij haar dealer. Ze betaalt deels in Duitse marken. Niet zo heel gek, want op de Groningse baan komen veel Duitse klanten. Antoinette heeft kennelijk een klappertje gemaakt. Ze is vrolijk en tegen haar gewoonte in deelt ze ook wat drugs uit aan andere hoertjes. Zou ze een gulle klant hebben getroffen? Of heeft ze weer eens iemand bestolen? Hoe dan ook, Antoinette zegt dat ze haast heeft, want haar klanten staan te wachten. Dan verdwijnt ze in de nacht, om nooit meer levend terug te komen. Om 4:00 die nacht loopt een van de hoertjes Lucas tegen het lijf. Hij was wakker geworden en kan Antoinette nergens vinden. Wie waren haar laatste klanten? Had het soms iets te maken met de klant in de rode auto, waaraan ze kort ervoor flink geld had overgehouden? Het lukt de recherche niet om de bestuurders van de Citroën en van de rode auto te achterhalen. En dat is niet zo heel erg vreemd, want alles speelt zich natuurlijk af op een plek waarvan de meeste bezoekers liever niet hebben dat hun aanwezigheid gesignaleerd wordt. Maar de politie heeft in 1995 meer aanknopingspunten. Zo is er de tas waar Antoinette's ledematen in zaten, zijn er de getuigen bij de vindplaatsen en wordt er natuurlijk ook sectie verricht op Antoinette's lichaam. Antoinette was een zwaar verslaafd hoertje, blijkt uit de sectie bij het NFI. In haar bloed wordt een bijna dodelijke hoeveelheid morfine gevonden, die kort voor haar overlijden moet zijn ingenomen. Daarnaast bevat haar lichaam een zeer hoge concentratie methadon, een hoeveelheid amfetamine en een hoge concentratie cannabinoïden, de drogerende stof uit hash. Het ziet er naar uit dat Antoinette voor haar dood gruwelijk is mishandeld en gemarteld. Onder en in de huid, in haar hele romp, worden tientallen kogeltjes uit een luchtbuks en uit een hagelgeweer gevonden. Ze lijken van dichtbij te zijn afgeschoten. De doodsoorzaak is volgens de sectiearts
enkele kogeltjes die in haar hart en longen zijn doorgedrongen. De sectiearts stelt verder vast dat na haar dood de ledematen en het hoofd ruw van de romp zijn gehakt en niet gesneden. Het zijn bijzondere en schokkende bevindingen die de sectiearts doet. Antoinette is zeer ernstig gemarteld en daarna aan stukken gehakt. Zo extreem ben ik het de afgelopen 35 jaar zelden of nooit tegengekomen. Maar de vraag is, waarom? Antoinette was immers maar een verslaafde prostituee. Hebben we hier te maken met een volkomen doorgedraaide sadist? Een maniak? Of is er iets heel anders aan de hand en is Antoinette gemarteld omdat de dader erachter wilde komen of ze misschien iets gezien had of iets wist dat ze beter niet kon weten? Het lichaam van Antoinette vertoont ook een aantal snijsporen. Alsof de dader eerst op de verkeerde plek heeft geprobeerd om de armen en de benen van de romp te scheiden. Alsof hij heeft geoefend. Op het lichaam en in de klievingsvlakken van de afgesneden lijkdelen worden haren gevonden. Hieronder een aantal hondenharen van een Duitse herder, zo stelt het toenmalige NRV vast. Er worden ook mensenharen gevonden. Mannenharen. Het gaat om hoofd- en schaamharen. Het lukt het NRV om er 5 DNA-profielen van 5 verschillende mannen uit te isoleren. Wat zegt dat nou, 5 DNA-profielen bij een prostituee die ook nog heroïne verslaafd is, niet erg schoon op zichzelf is? Kan je daar wat mee? Nou, op zich is dat, bij een prostituee, dat is altijd een probleem natuurlijk. Vooral DNA-profielen zijn min of meer onbetrouwbaar. Maar je moet altijd zien in samenhang met de rest van de sporen. Dus dat is belangrijk. Zijn er ook nog spermasporen aangetroffen? Er zijn geen spermasporen aangetroffen, nee. En mogelijk dat we met meer onderzoek dat we dat nog wat boven water kunnen krijgen. Maar op dit moment, nee, niet bekend. Het gaat dus echt om sporen die de dader achtergelaten moet hebben. Bijvoorbeeld op het moment dat hij haar in stukken heeft gesneden. Ja, daar moet je meer aan denken. En hoe zit het dan met die vriend, die pooier van haar, die Lucas? Is die bij jullie in beeld geweest? Ja, die is in beeld geweest op dat moment direct al natuurlijk, omdat dat haar levenspartner van dat moment was. Yes. En zijn alibi, zeg maar, van die nacht geslapen in een papiercontainer daar in de buurt. Dat is natuurlijk zo lek als een mandje, kun je wel zeggen. Maar ja, we hebben eigenlijk hem niet als verdachte kunnen aanmerken. En zijn DNA zat ook niet bij die 5 profielen? Precies. Een zeer belangrijk aanknopingspunt voor de recherche in Groningen is de groene sporttas waarin Antoinettes ledematen zaten en de stenen waarmee de lijkdelen zijn verzwart. De sporttas was verzwaard met 4 van zulke bakstenen. Misschien een hoopvol spoor. De herkomst van de stenen zou immers iets kunnen zeggen over de dader. Maar dat blijkt al snel onmogelijk. Want van dit type steen zijn er niet minder dan 90 miljoen gefabriceerd. Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. Kun je vergeten. Maar dat ligt anders met de siersteen waarmee de dader Antoinette's romp heeft verzwaard. Want deze steen is een stuk zeldzamer. Er zijn er ongeveer 10.000 van gefabriceerd. 10.000 is natuurlijk nog steeds veel. Maar niet ver van de Groninger tippelzone, aan de Bloemsingel, stond destijds een muurtje van deze stenen. En dat muurtje staat op het terrein van het oude pand van het energiebedrijf in Groningen. Binnen is nog zo'n muurtje. En dat is zeer opmerkelijk, want de groene nylontas waar de ledematen in waren verpakt, dat was ook een vaak voorkomende grote sporttas met dubbele ritsen en nog 2 ritsen voor de zijkanten en een apart vak waar een tennisracket in past. Is daar nog iets aan toe te voegen, meneer Hosmer, aan die informatie over de tas? Het is een oude model tas die enkele jaren geleden vrij algemeen verkrijgbaar was. Maar dat is allerminst waar. Want naar aanleiding van deze uitzending van Opsporing Verzocht
komt er een belangrijke tip binnen bij de politie over de juist vrij bijzondere herkomst van de sporttas. De bewuste tas blijkt alleen te zijn verspreid in Nederland via een kerstpakket voor de werknemers van het Noord-Nederlandse energiebedrijf E.ON, dat tegenwoordig Essent heet. Deze tassen hebben nooit in de winkel gelegen. Energiebedrijf E.ON dus, waarvan het oude pand naast de tippelzone ligt waar Antoinette verdween en waar dezelfde sierstenen liggen, als waarmee haar romp was verzwart. Nou, dit is zo'n groene E.ON sporttas. Ze zijn in december 1994, ruim een half jaar voor de moord, in twee kleuren uitgedeeld. Groen en zwart. De groene exemplaren, waar het nu dus om gaat, zaten in ongeveer 4000 kerstpakketten. Van iedereen die een kerstpakket heeft gehad, is door het energiebedrijf een registratie bijgehouden. De kleur van de sporttas is daarbij steeds apart vermeld. En nu moet er dus ergens eentje ontbreken. En dat is de tas waar de ledematen van Antoinette in zaten. Degene die zijn E.ON-tas niet meer heeft, is natuurlijk meteen een potentiële verdachte. De politie van Groningen wil de komende dagen 4000 eigenaren van sporttassen ondervragen. Het gaat om medewerkers van het energiebedrijf E.ON. Zou een medewerker van dit energiebedrijf dan de moordenaar zijn? Maar ik heb hem nog, dus. Hij is alleen van de verkeerde kleur. Het was een groene tas die gevonden is, dus ik zit altijd goed. Nooit eerder heeft de politie in een moordonderzoek op zo'n grootschalige wijze getuigen opgeroepen. De tassenactie haalt dan ook prominent de landelijke media. Het wordt een enorme operatie waarbij de wijkbureaus in Groningen en Drenthe als meldpunt dienen. De slechts 50 Friese tassenbezitters krijgen thuis bezoek. De mensen hebben gewoon een brief gekregen om zich te melden op een politiebureau met de tas. Ja, maar dat betekent dan als je ze niet in beslag neemt, dat ze die tas weer mee naar huis nemen en dat de buurman die misschien de dader is zegt, mag ik jouw tas even lenen om hem te laten zien? Ja, maar ja, dat is natuurlijk ons best bewaarde geheim hier, hoe we dat gedaan hebben. We kunnen wel zeggen, ze zijn gemerkt. Dus als er iemand met een tas kwam aan het bureau, hebben jullie ongemerkt die tas een merkje gegeven? Ja, zo kun je het zeggen, ja. En hoe dat is gedaan, dat is geheim. Daar praten we niet over, nee. Maar is nooit door iemand ontdekt? Nee, dat is niet door iemand ontdekt. Neem ik aan. Dat weten we natuurlijk nooit, hè. Dus als er iemand weer aan het bureau kwam met zo'n tas, dan gingen jullie even stiekem kijken of die niet al een keer eerder was geweest, die tas? Precies, precies. Zo is dat gebeurd, ja. Maar wat heeft het nou uiteindelijk opgeleverd? Nou, uiteindelijk bleek dat er nogal wat kerstpakketten het grijze circuit in gingen. Via kleine kantoortjes van de E.ON, die weer onderaannemers ook beloond hebben met een kerstpakket. En daar was geen namenlijst van. Dus de lijst die er was, was uiteindelijk niet volledig? Nee, daar kon je niet allemaal namen achter zetten. En dus had het hele project uiteindelijk niet heel veel zin? Nee, precies. Nou, jammer. Ja, het is ook een heel groot werk geweest en dat is jammer geweest, ja. Aan het einde van het tassenonderzoek is het echter nog niet afgelopen met het hele rechercheonderzoek. Want het lukt de politie om aan de hand van nieuwe getuigenverklaringen toch een aantal potentiële verdachten voor de afschuwelijke moord op Antoinette Bont in het vizier te krijgen. Allereerst is er een heel bijzondere melding van een man die rond 9 uur in de avond van 27 juli, dus nog geen etmaal nadat Antoinette verdween, iets heeft gezien. Nou, welkom. De datum valt hier nauwkeurig te herleiden, omdat de man een dagboek bijhoudt. Hij liep toen met zijn vrouw in de omgeving van de plek waar 6 dagen later Antoinettes armen en benen
in de sporttas gevonden zouden worden en zegt daar een bus te hebben gezien. De man wordt gehoord onder geleide herinnering, een soort hypnose. Hij beschrijft hoe hij met zijn vrouw daar aan het wandelen is. Dan ziet hij onder een eikenboom een witte bus staan met de neus naar het water. Op de achterklep en op de zijkant van de bus staat EGD geschreven. En dat is van Edon, het energiebedrijf van de sporttassen. De getuige herinnert zich verder helemaal niets. Ook niet of er iemand bij de bus was. Dus toch iemand van Edon. De politie haalt alles uit de kast. Het blijkt dat er inderdaad mogelijk die dag precies zo'n busje van Edon van de vestiging in Assen weg is geweest. Maar de pech wil dat degene die normaal met deze bus rijdt die dag iets anders had en dat de sleutels van het busje voor iedereen bij het bedrijf voor het grijpen lagen. Maar dat vind ik toch bizar, hè? Want in feite is dit een heel goed spoor. Gevoelsmatig ben je dichtbij. Er moet toch vast te stellen zijn wie die auto heeft gebruikt of welke groep van mensen. Laten dat hooguit 5 mensen zijn. Er werken toch niet 1000 man in dat kantoor die met die auto op pad geweest zijn? Nee, maar toch is het moeilijk om precies te zeggen van die persoon heeft met die auto gereden. Zelfs die groep heeft met die auto gereden. Kijk, die sleutel ligt gewoon daar in het kantoor. En iedereen kan erbij. Het is wel zo natuurlijk dat het het Edon-kantoor is. Antoinette lag in een Edon-tas. Ja. Dus die connectie is natuurlijk wel heel opmerkelijk. Akelig dichtbij eigenlijk. Ja. Ondanks deze forse tegenvaller lukte de recherche in 1995 toch om een aantal verdachten op het spoor te komen. Deze grof gebouwde Groningse agrariër kwam al naar voren in het eerste buurtonderzoek. Hij staat bekend als hoerenloper en van hem is ook bekend dat hij behoorlijk agressief kan zijn. Hij zou Antoinette kennen en haar zelfs wel eens bedreigd hebben. Bovendien woont hij vlakbij het Peizerdiep, waar Antoinettes ledematen in de sporttas werden gevonden. Hij heeft een herdershond. En van zo'n hond zijn immers haren op het lijk aangetroffen. De man is in het begin van het onderzoek al gehoord, maar dat leverde niets op. Nu komt hij echter plots weer in beeld. Door zijn eigen toedoen, notabene. De man meldt zich hier ruim 3 maanden na de moord zelf bij de politie en vertelt geëmotioneerd dat hij een belangrijke getuigenverklaring heeft achtergehouden. Hij heeft wel degelijk iets verdachts gezien kort na Antoinettes verdwijning, verklaart hij nu opeens tegen de verbaasde regisseurs. De dagen na de moord was hij aan het hooien op zijn land en reed hij met zijn trekker over het fietspad langs het Peizerdiep. Hij reed net de brug voorbij, waar later de sporttas onder zou worden gevonden, toen hij een wandelaar tegenkwam. De man stopte even en liet de trekker door. De wandelaar droeg een tas voor zijn lichaam in zijn armen geklemd. Het viel de getuige op dat de tas wel hengsels had, maar die hingen los. De kleur weet hij niet precies meer. Was dit de Edon-tas met de armen en benen van Antoinette? De wandelaar gedroeg zich vreemd en groette niet terug, herinnert de boer zich nog. Gek was ook dat de man met de tas, ondanks de hitte van die dag, een schipperstrui droeg. Waarom heeft deze getuige zijn verhaal zo lang stilgehouden? En vanwaar opeens dit emotionele gedrag? Hoe dan ook, het is voor de politie in ieder geval heel interessante informatie. Deze getuige wordt dan gevraagd een signalement van de wandelaar met de tas te geven. Er komt een politietekenaar bij. En wat gebeurt er dan tot ontsteltenis van de politie?
Het signalement komt naadloos overeen met zijn eigen signalement. Alsof de politietekenaar een portret van de getuige zit te maken. Het lijkt wel of deze getuige zichzelf aanwijst als de man met de tas. Was dit een verkapte bekentenis? Maar hij ontkent zeer stellig ook maar iets met de moord te maken te hebben. Er volgt direct DNA-onderzoek. De uitslag is echter negatief. En daarmee is hij verdachte af voor de politie. Uit het onderzoek van het oude Groninger politieteam komt dan een Duitse man naar voren. Het is ene Heiko O., een bezoeker van seksclubs van wie vaststaat dat hij wel eens klant is geweest van Antoinette. Net als Antoinette is Heiko liefhebber van SM. Zoals bekend had Antoinette kort voor haar verdwijning Duitse marken bij zich. Geld van Heiko misschien? Daarnaast is Heiko in het bezit van een witte Citroën BX. Een auto waarvan getuigen zagen dat Antoinette er die bewuste avond was ingestapt. Ten slotte blijkt de vriendin van deze Duitse verdachte ook een Duitse herder te bezitten. En van dat type hond zijn dus haren op de lijkdelen van Antoinette gevonden. Wat is er nou verder met die Heiko O. gebeurd? Want toen ik dat allemaal zo las, vond ik, dat zag er eigenlijk best veelbelovend uit, hè? Ja, dat was ook veelbelovend. Omdat ze elkaar ook gekend hebben. Dat hebben we wel kunnen vaststellen. In de seksclubs hebben we elkaar wel ontmoet. En maar ja, we hebben de DNA laten vergelijken van Heiko, wat in de Duitse databank zat. En dat matchte niet. Nee. Maar ga je dan niet toch twijfelen aan dat DNA, aan die 5 profielen? Dat je zegt van ja, misschien heeft dat er wel niks mee te maken. Ja, inderdaad. Kijk, dat heb je altijd. Maar je weet nooit of die 5 profielen ook de daderprofielen zijn. Dus, wel heel lastig dan, hè? Ja, ja. Omdat je eigenlijk tactisch gezien, zeg maar, als je alles onderzocht hebt, dan ben je heel ver. Ja. En dan wil je nog het technisch bewijs even sluitend hebben. Ja. En dat is dan niet te doen. Dus hij is uitgesloten vanwege dat DNA. Maar hij staat toch nog wel ergens stiekem op een lijstje. Precies. Ja. Dat heb je met al dat soort mensen. Ja. Jaren later, in 2003, komt er via de criminele inlichtingeneenheid opeens een zeer opmerkelijke en concrete tip binnen. Iemand uit Groningen zou Antoinettes hoofd in zijn vriezer bewaren. De man wordt gearresteerd. In 2003, 8 jaar na de moord op Antoinette Bond, wordt er plotseling een man uit Groningen gearresteerd. De recherche kreeg opeens een anonieme, maar concreet en ook zeer lugubere tip binnen. Een in het Groninger nachtleven tamelijk bekende uitbater zou Antoinettes moordenaar zijn. De 52-jarige ex-kroegbaas, die ook ooit een seksclub bezat, zou het hoofd van Antoinette na al die jaren nog steeds als trofee in zijn vrieskist thuis bewaren. Het enige dat nooit is gevonden van Antoinette zijn haar kleding en haar hoofd. De nieuwe verdachte is een bekende van de politie. Hij is ooit een keer veroordeeld voor een tamelijk gering delict. De politie neemt het verhaal zo serieus dat de man op 13 maart 2003 wordt gearresteerd voor de moord op Antoinette Bond. De opwinding is echter van zeer korte duur. Het hele verhaal blijkt onzin. Er is helemaal geen hoofd.
Sterker nog, er was geen eens een vriezer. Waarschijnlijk wilde iemand hem een hak zetten, concludeert de recherche. De eerste en enige ooit gearresteerde verdachte in deze moordzaak wordt na 4 uur weer vrijgelaten. Hij is er laconiek onder en staat ook direct vrijwillig DNA af. Er is geen match. Hoe kijk je er nou tegenaan dat al die verdachten die destijds in beeld zijn geweest eigenlijk stuk voor stuk zijn afgeserveerd op basis van dat DNA-profiel? Want laten we wel zijn, DNA-onderzoek stond in 1995 nog in de kinderschoenen. Antoinette was een heroïneprostituee die bijna beroepsmatig DNA verzamelde, zou je kunnen zeggen. Is dat niet te gemakkelijk gebeurd destijds? Ja, als je zo terugkijkt. Kijk, de mensen van toen die dat onderzoek hebben gedaan, die hebben dat natuurlijk naar eer en geweten gedaan, naar de mogelijkheden van toen. Kijk, als je nu terugkijkt, dan is er heel gemakkelijk geredeneerd. Maar wij zullen dat nu heel anders gedaan hebben. En ik denk dat we de mogelijkheden nu ook moeten benutten, die er nu zijn. Maar het was toen best een logische keuze. Toen was het een logische keuze. Je moet ook wel een keer een beslissing durven nemen natuurlijk in een onderzoek. Ja, er zijn echt ook knopen doorgehaakt toen van nou, die niet meer en die wel. En het is aan jullie om achteraf weer te bekijken of dat niet de verkeerde knopen waren. Ja. In de ruim 10 jaar na de moord zal de recherche nog een aantal malen in actie komen. Er worden nieuwe, betere DNA-technieken toegepast en er volgt zo nog een aantal DNA-onderzoeken met mogelijke verdachten. De landbouwer, die zichzelf min of meer leek aan te wijzen als dader, wordt in 2006 bijvoorbeeld nog eens opgeroepen voor DNA-onderzoek. Er is geen match. Ook wordt er in 2001, na de arrestatie van seriemoordenaar Willem van E. uit Harkstede, geprobeerd een relatie te leggen met de gruwelijke moord op Antoinette. De enige link is dat er bij Willem van E. een buks met kogeltjes is aangetroffen en dat Antoinette beschoten is met een luchtdrukgeweer. Hoe zou jij het oude rechercheonderzoek typeren in de zaak van Antoinette? Nou, het is zo dat dat een echt een dossier is die heel complex is. Het was een onderzoek die gewoon ook het team werd bedolven onder de informatie. Als je gewoon alleen let op die 5000 namen die voorkwamen voor het opzoeken van die tassen. Al die informatie, dat was echt gigantisch voor dat team. En keer op keer hebben ze het ook weer opgepakt. Hebben ze het weer getracht om een opening te vinden. Maar het lukte maar niet. En op een gegeven moment zie je door de bomen het bos ook niet meer. Dan. Nee, dan is het helemaal. Ze kwamen er niet meer uit. Het was natuurlijk ook nog een tijd waarin je dus niet even alles in de computer gooide, hè? Nee, dat was ook heel anders natuurlijk als nu. Nu zou zo'n lijst in de computer staan en zou dat automatisch allemaal uitgedraaid precies, worden. Precies. Allemaal handwerk, toen, hè? Toen werd het allemaal handmatig gewoon overtikken. Ja. Ja. Antoinette Bond, werknaam Saskia. Als kind heen en weer geslingerd tussen pleeggezin en ouderlijk huis. Dochter van een moeder die de opvoeding niet aankon. Een vader als drugsdealer. En een vriend die haar mishandelde. Ze leidde haar laatste jaren een uitermate triest leven langs de baan. Smerig, vol angst, agressie en riskante seks. Alles in het teken van haar volgende shot heroïne. Het werd haar fataal. Antoinette stierf een afschuwelijke dood. Gruwelijk gemarteld en daarna aan stukken gehakt en voor oud vuil in de sloot gegooid. Erger kan bijna niet. Omdat van Antoinette met een tussenpoze van een week 2 maal lijkdelen zijn gevonden,
is ook tweemaal begraven. Die twee begrafenissen waren al even triest en eenzaam als haar leven. De moord op Antoinette. Zou die ooit nog worden opgelost? Zou degene die dit op zijn geweten heeft ooit nog zijn verdiende straf uitzitten? Een moord zo gruwelijk en meedogenloos dat die zijn gelijke in ons land nauwelijks kent. Of toch wel? Want hier in Staphorst ligt Harry Roo begraven. Ook een Groninger. Harry verdween rond dezelfde dag als Antoinette en werd op precies dezelfde manier in stukken gehakt en in een sloot gedumpt. De twee zaken vertonen zoveel overeenkomsten dat van toeval bijna geen sprake kan zijn. Maar desondanks onderzocht de politie in Groningen destijds de twee bizarre moorden apart van elkaar. Een tweede, vrijwel identieke moord dus. Met één verschil. Deze is wel opgelost. Op 3 augustus 1995 worden in het riviertje de Ochtoen bij Bremen in een sporttas twee afgehakte benen gevonden. De Duitse politie start een onderzoek en doet een dag later weer een uiterst lugubere vondst. Nog een tas in hetzelfde water, met erin twee afgehakte handen en een hoofd. Dit zijn de originele Duitse politiefoto's van toen. 3 maanden later wordt nog een romp gevonden in een berm in dezelfde omgeving. De lijkdelen zijn van een Nederlander, van de Groningse koffieshop-eigenaar Harry Roo. De overeenkomsten met de moord op Antoinette Bont zijn overdonderend. Allereerst de datum. Als op 3 augustus een visser de sporttas met ledematen van Harry Roo in Duitsland vindt, stapt enkele uren later bij Groningen een jongen van zijn Solex om daar de sporttas met Antoinettes ledematen aan te treffen. De romp van Harry is verpakt in plastic vuilniszakken, net als Antoinettes romp. In beide gevallen is gebruik gemaakt van hetzelfde soort tape. En in beide gevallen zijn de zakken omwikkeld met een roodkleurig nylon koord. De sporttas in de zaak Harry Roo lijkt op de Edon-tas uit de zaak Antoinette Bont. Beide tassen zijn met bakstenen verzwart. Ze zijn allebei bij een brug in het water gedumpt. In de gevonden lijkdelen van Harry Roo zitten vergelijkbare snijsporen als in de lijkdelen van Antoinette. En wel heel frappant is dat zowel bij Harry Roo als bij Antoinette de handen op gelijke hoogte van de onderarmen zijn afgehakt. Het is een opvallende werkwijze van de dader. Immers, het afhakken van handen en ze daarna weer met de rest van het lijk verpakken dient geen enkel doel. De armen hadden makkelijk met handen eraan in de tassen gepast. En als je de handen van een lijk verwijdert, zou het kunnen zijn om te voorkomen dat via vingerafdrukken identificatie mogelijk is. Maar de handen zijn dus in beide zaken samen met de rest van het lijk gedumpt. De Groningse politie ontdekt in haar onderzoek in 1995... dat Harry Roo op 25 juli moet zijn vermoord bij een boerderij in het Groningse dorpje Siddeburen. Hier is het. Hier was het 16 jaar geleden dat Harry Roo werd vermoord. En op dezelfde dag Antoinette. Ja. Van een afgelegen plek, hè? Nou. En toch opereert het rechercheteam in 1995... dat de moord op Antoinette onderzoekt, vrijwel gescheiden van het team dat op datzelfde moment de moord op Harry Roo aan het onderzoeken is. Twee van dat soort zaken in een heel kort tijdsbestek bij elkaar, dan, ja,
Ja, dat is voor ons nu achteraf teruggeredeneerd. Dus dat ook heel makkelijk om te zeggen, hoe kan dat nou? In die tijd was het natuurlijk, gezien de aangifte die er is kwam van vermissing van Harry Roo. Ja, daar is wel onderzoek naar gedaan, maar dat was natuurlijk Sumier. Toen werd ineens Antoinette in stukken gevonden. En dat was een zo'n ander slachtoffer. De een die was koffieshop-eigenaar en de ander was prostituee. En dat is echt, dat is niet echt goed vergeleken. En door het verschil in tijdstip dat ze gevonden werden, heeft men die link dus eigenlijk niet gelegd. He, want dat ze eigenlijk gelijk zijn vermoord, dat werd achteraf pas duidelijk. Dat werd achteraf pas duidelijk. En ik bedoel, het ene slachtoffer die werd ook in Duitsland aangetroffen en de andere hier in Groningen. Dat is natuurlijk ook opmerkelijk. Ja. Maar aan de andere kant, als je het nu allemaal zo in het dossier terugleest, dan denk je van nou, dat had wel een alarmbel af mogen gaan. Ja, dat zou naar nu zeggen gekeken, dan zou je dat anders doen. Ja, dat is voor ons ook onbegrijpelijk als je dat terugziet. Ja. Het nieuwe Groninger Cold Case team met Anjo van der Helm heeft nu wel alle aandacht voor de treffende overeenkomsten tussen beide moorden. Overeenkomsten die de factor toeval lijken uit te sluiten, naarmate het team vordert in haar onderzoek naar de achtergronden van beide zaken. Wat hebben deze twee zaken met elkaar te maken? De moord op Harry Roo is opgelost. Er zijn twee mannen voor veroordeeld. Ze hebben hun straf inmiddels uitgezeten en wonen gewoon weer in Groningen. Maar er zijn nog heel veel vragen onbeantwoord gebleven. Ja, die zijn er zeker. Maar de kernvraag is natuurlijk, is er echt een verband tussen de moord op Harry Roo en Antoinette Bond? En zo ja, hoe zit dit dan in elkaar? Antoinette en Harry kenden elkaar niet, voor zover bekend tenminste. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat er op een of andere manier toch een verband is. En om dat goed te kunnen begrijpen is het van belang om te weten waarom en onder welke omstandigheden Harry Roo is vermoord. En dan blijkt wel dat in die zaak ook nog niet alle achtergronden zijn opgehelderd. Ondanks dat de daders hun straf dus hebben uitgezeten. Maar hoe dat precies zit, ziet u allemaal volgende week zondag in het onthullende tweede deel van onze reportage. Uiteraard verneemt het Cold Case team dat aan de zaak werkt wel nu al graag of u informatie, tips heeft over de moord op Antoinette. Met wie is ze meegegaan? Wie kan er wat vertellen over de sporttas, de patiosteen, de Edon-auto misschien? Of het mogelijke verband met de moord op Harry Roo? Als u iets weet, kunt u nu bellen met de rechercheurs van het Cold Case team. Zij zitten klaar. Het telefoonnummer is 088 16 74 3x9. Ik herhaal nog een keer 088 16 74 3x9. Als u liever anoniem wilt blijven, kunt u ook bellen met de CIE, de Criminele Inlichtingeneenheid. En het nummer daarvan is 079 34 58 3x9. Maar u mag natuurlijk ook contact met ons opnemen via onze website peterrdevries.nl. Daar kunt u ook alles nog eens rustig nalezen over dit schokkende dossier. Wij zorgen dan dat uw tip op de goede plek terechtkomt. Het zou fantastisch zijn als het politieonderzoek in deze zaak met uw hulp weer wordt vlot getrokken. Want u heeft het in het begin gehoord. Antoinette Bond was weliswaar een heroïneprostituee, maar ze was voor alles ook een lieve dochter, een nichtje en zusje. En de familie wil dolgraag dat de dader van deze gruwelijke moord wordt gepakt. Als u wilt weten of onze oproep resultaat heeft gehad, volg mij dan op Twitter, waar ik daar morgen heet van de naald over zal berichten. Dit was het voor vanavond. Volgende week zijn we er weer. Zorg dat u dan klaar zit, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan.